Kijk mensen, zoiets hebben jullie nog nooit gezien in het leven. Het is gewoon een oude armor truck van het leger. Pretty crazy toch? Ja, hier kwam er dan binnen, hè. Maar... Ah. Nog? Kijk dus, fix die camera. Via hier kom je dan binnen. En dan kon je zo, ja, in het voertuig stappen. Super ziek toch? Ah, vogelnesten! Vogelnesten? Waar? Zot. Hier. Waar? Hier. Als je dat ding open doet, hè. Moet je maar hier? Doe maar open. Maar hier is er nog een klink aan, hè. Ja, oh nee, met een schouder. Ah nee, die klink is. Dan kom erop. Wajo! En wat pijzen. Goed, haal er eens in. Doe maar. Het is wel gelukt, hè. Zie je in de cockpit? We're going downstairs, my friend. Huh? Yeah. Killing the enemy. Yeah, kom. Kijk eens hoe ziek. Hier is het stuur. Dan heb je hier allemaal nog knopjes. Dat is echt cool, hè, man. Dat is cool, man. Kijk, zelf hier zijn de centuren nog aanwezig. En hier had je dan nog een stoel. Ze konden hier met 3 personen in zitten. Ja, het is stevig, hè. Ja, dat zou kogelvrij glas zijn, hè. Kijk dan mondvrij. Wat is dat, hè? Geen idee, man. Hij ziet dat we hier niet vertrekken, hè. Dat we hier niet dat bos in rijden. Kom, ik zal hem een keer opzetten. Om. En hier heb je dan de pedalen voor gas te geven en te remmen. En daar heb je dan waarschijnlijk voor het embrayeren of zo. Geen idee. Keuken dat hier is. Dat is het dan. Meer precies allemaal nog kruiden of zo. Dat is dus echt super mooi om te zien. Kijk, gelijk dat voor de neus. Super oud. Dat is echt cool. Kijk, van buiten de keuken komen we direct in de living. Dat is echt ziek. Kijk, zelfs zo. Allemaal van die telefoonboeken van vroeger. Nu als we een nummer moeten zoeken, ja, dan kijken we gewoon naar Google. Maar vroeger moest je dan eigenlijk het nummer in die box zoeken. Kijk eens. En dan komen we direct de woonkamer binnen. Super mooi toch. De tafel is nog aanwezig. Met zelf nog hier een oud flesje van Maas, geloof ik. Ja. Maas het bier. En dan hebben we hier nog heel modern, maar toch wel oud, een afwasmachine. Prachtig toch. Dus, het is gewoon zot klein ook, snap je? Kijk eens. En hier heb je dan de slaapkamer. Het bed is nog opgemaakt. Alsof dat er hier vanavond nog iemand gaat slapen. Nu, ja, ik zal hier niet echt slapen. Het is gewoon zot hoe klein kamer dat hier is. Kijk eens hier weer. Tweede slaapkamer. Het bed is weer opgemaakt. Het coole eraan is dat zijn echt nog van die oude bedden. Kijk mij als er nog een metalen vering. Dat is echt gewoon oldschool, dat.
Kijk, met al die antieke kasten. Als wij hier dan gaan, hebben we weer een oud bedje. Kijk, dat is echt een oude tv. Spijtig genoeg is ze volledig kapot gemaakt. Ook een gans stuk van het plafond naar beneden gestort. Dat is echt uniek. Weet je wat ik gewoon uniek vind aan zo'n locaties? Dat is dat het zo oud is dat je eigenlijk terug in de tijd wordt gezogen. Ik weet nu niet van wanneer die boerderij verlaten is, maar het voelt echt alsof ik hier in 1950 of zelfs 60 zit. Dat vind ik gewoon zot om die oude spullen die ik nooit heb gekend, om dat allemaal in het echt te zien, dat is zoveel. Ja, dat is zo zot eigenlijk om mee te maken. Een stal, misschien voor koeien of zo. Oh, kijk eens hoe een zieke oude fiets dat is. Popke zal wel pijn doen zonder zadel, maar zo. Kijk eens, dat was hier ook een stal, misschien voor varkens of zo, of voor koeien. Volgens mij stonden hier varkens of zo, man. Hier stonden varkens. Ga die trap proberen. Ik weet niet of dat dan nog stevig genoeg is. Ja, maar. Dat is tegen dat wat dan ook. Hier wat je in zo'n softbook leed, dat wil ik eens zien, man. Hè? Dat is ziek, denk ik. What the fuck? Of niet? Dat is dat toch? Zo what? Mijn stoel en alles. What the fuck is dat? Damn, dat is echt eng. Zou dat gefaked zijn, denk je? Kijk, hier is zo'n stoel en een touw. Gewoon klaar voor zelfmoord te plegen. Damn, dat is eng. Dat is toch fucking eng, man. Alles behalve om hier te sterven.